Dit is het zonnepark De Kwekerij in Hengelo, in de gemeente Bronckhorst. Die al een aantal jaar geleden begonnen is om niet alleen het park neer te zetten, maar dat ook in te passen zodat dat je ook natuurontwikkeling kunt realiseren. En het is echt een heel mooi park geworden en ik kan het u aanraden om hier ook eens te gaan kijken. De rest is ontstaan als reactie op het klimaatakkoord, waarin we met elkaar hebben vastgesteld, het gaat de aarde warmt te snel op. Dat betekent dat je niet meer je energie kunt opwekken met olie, kolen en gas, maar je duurzame bron nodig hebt. Dat is zon. Zonne-energie, dat is windenergie. Maar dat roept ook weerstand op. Dus je gaat kijken, waar past nou die wind- en die zonopgave, waar past die in ons landschap? We hebben dat besproken met onze inwoners, we hebben dat besproken ook met belangenorganisaties, de industrie, de LTO, de Amsterdam Landbouw, om te kijken van welke plekken zijn nou geschikt. Nou, we hebben daar een paar hele belangrijke signalen teruggekregen. A, doe het zoveel mogelijk op dak, want dak is gewoon, dat is dubbel gebruik. En dat is veel gemakkelijker en ook logischer om te gebruiken. En we hebben veel daken hier qua industrie en onze boeren. Tweede is, wat ook belangrijk was, wind zal moeten. Maar doe het dan zo dat het inderdaad niet te groot is en dat het de cluster staat. Zodat we niet overal tegenkomen op bepaalde plekken. En beperk zoveel mogelijk zon op land. Mensen ervaren wel de lasten van een windmolen of van een zonneparkomgeving. Maar ze zeggen terecht, en waar zijn dan lusten? Gaat het allemaal naar het buitenland toe? Dat willen we per se niet. Dus een van de acties die voor de komende tijd op de rol staan is ervoor zorgen dat minimaal de helft van wat verdiend wordt met die zonneparken en met die windparken, dat lokaal gebruikt kan worden, lokaal ten goede komt. Ons motto is samen eraan.